Mart Reemans, een paar weken geleden dacht ik, die zien we voorlopig niet meer terug. Maar vandaag, ja, het ging goed. Ja, goed, het is altijd zwaar om niet te spelen. En dan denk ik, ja, goed, dat zijn de keuzes van de trainers. Die moet je accepteren. En dan liggen dan jezelf of je weer terugknokt. En ja, goed, mijn karakter is wel zo dat ik gewoon altijd elke minuut en elke training gewoon keihard wil knokken. En mezelf terug, ja, zoveel mogelijk minuten te gaan. Goed. Dan is het voor mij, ja, goed, prachtig om weer eens in de baas te beginnen en dan ook nog te belonen met een doelpunt. Dus dat, ja, het voelt heel goed. Want ik dacht niet dat je zo snel herstelde van die knieblessure. Nee, ja, het leek op het oog leek het ook wel heel erg. De pijn was op dat moment ook wel even schrikken. Want ja, goed, je komt op je knie en je weet niet wat er kan gebeuren. En ja, goed, achteraf leek het wel, viel het wel allemaal mee. Wel heel veel pijn als je eraan kwam, maar uiteindelijk, ja, goed, het is allemaal meegevallen. Maar het is nog steeds niet de oude Mart Reemans. Nee, klopt. Er moeten zeker nog wat stappen worden gemaakt. Goed, het is wel een mooi begin om weer minuten te kunnen maken en weer voor mezelf weer even vertrouwen op te doen. En dan ook nog bekroond met een doelpunt. Zeker, zeker prachtig om nog een doelpunt te maken. Ja, goed, ik heb een zware periode gehad. Ook privé was het niet allemaal op orde. En goed, ik denk dat één iemand wel weet aan wie ik dat doelpunt wil geven. Dus ja, ik hoef de naam niet te zeggen, maar ze zal het zelf wel weten. Jazeker, maar nou ja, goed, het begin is te laat, we het zo zeggen. Tuurlijk, voor het team is het heel belangrijk dat we weer een overwinning hebben geboekt. En ja, goed, dat geeft vertrouwen naar volgende week. En goed, volgende week begint is er weer een zware pot voor de vierde periode naar NAC. Maar goed, dan is het wel fijn dat je de week ervoor weer even een overwinning hebt geboekt. En met 5-0 van doorleg winnen, ja goed, na die zware tijd wat we gehad hebben, is dat natuurlijk extra lekker.